Daily Minutes nummer 1485 met een uitzending voor vandaag 30 november 2018. Dit is het bulletin van vrijdag. Vandaag is het data MFSK 32 bij 1500 hertz. MFSK 32 bij 1500 hertz. Vandaag deel 2 van de nieuwe serie over spionageverhalen. Hoe gaat het verder met dubbelspion George Blake? Vandaag ook een aflevering van de serie over geheime elektronica. Ik dacht dat ik die binnenkort af had, maar vandaag hebben we deel 25 en ik heb gezien dat er 29 delen zijn. Data vandaag is MFSK 32 bij 1500 hertz. MFSK 32 bij 1500 hertz. Gisteren hadden we deel 1 van de nieuwe serie over spionageverhalen, of onder de titel spionageverhalen kan ik beter zeggen. Ik had het daar over dubbelspion George Blake. Geboren als Nederlander in Rotterdam zat hij in de oorlog als koerier in het verzet. Hij wist vervolgens in Engeland te komen en werkte daar voor MI6. Na de oorlog ging hij naar Hamburg en later naar Zuid-Korea, waar hij onder de dekmantel als vice-consul door de Noord-Koreanen, toen die Seoul weer moesten verlaten, meegenomen werd en hij zat 3 jaar daar in detentie. In die tijd werd hij communist. Bij een geheime bespreking die hij in Noord-Korea met zijn bewakers had geregeld, meldde Blake zich als vrijwilliger aan om voor de inlichtingenorganisatie van de Sovjets, de KGB, te gaan werken. Na zijn vrijlating in 1953 keerde Blake inmiddels dus in dienst van de Russen als held terug naar Groot-Brittannië. En in oktober 1954 trouwde hij met een MI6-secretaresse, een andere dan met wie hij eerder had willen trouwen. In 1954 werd Blake door MI6 naar Berlijn uitgestuurd om daar te werken als case officer. Ik weet de Nederlandse vertaling van die functie niet, maar het is iemand die agenten en netwerken van agenten aanstuurt. Daarnaast probeert een case officer om mensen te vinden die geschikt zijn als agent om ze te werven en traint hij nieuwe agenten. Blake's specifieke taak in Berlijn was het om Sovjet-officieren te werven om ze als dubbelagent te laten werken. In deze periode stuurde hij informatie over de werkwijze van de Britten en Amerikanen aan zijn contacten bij de KGB door. Hij verraadde daarbij ook de details van de zogenaamde operatie Goud, waarbij de geallieerden een tunnel onder Oost-Berlijn groeven om zo de telefoonlijnen die gebruikt werden door het Rode Leger van de Russen te kunnen aftappen. Totdat Blake als dubbelspion ontdekt werd, werd hij in het Westen alom geprezen om zijn werk en om de successen die hij daarbij haalde. Er werd gezegd dat hij in de 9 jaar dat hij daar werkte de precieze details van ruim 40 MI6-agenten aan de Russen doorspeelde, waarbij het grootste deel van alle acties van geheime diensten van het Westen achteraf als mislukt beschouwd moeten worden over die periode, hoewel niet zeker is hoe hard deze informatie is. Blake gaf hier later over aan dat hij geen idee heeft of dit klopt. Hij zegt simpelweg niet meer te weten wat hij heeft doorgegeven, simpelweg omdat het zoveel was. In 1959 kwam het Blake ter oren dat er een mol van de CIA was geïnfiltreerd in de minder bekende nog steeds bestaande Russische inlichtingenorganisatie GRU. Blake zorgde ervoor dat de Russen te weten kwamen over deze RS Popov, die daarop in 1960 na een rechtszaak hierover werd doodgeschoten. In 1961 kwam Blake zelf onder verdenking te staan van het Westen nadat een Poolse overloper Michel Goloniewski en enkele anderen hierover hadden verteld. Hij werd in Londen op het vliegveld gearresteerd nadat hij met spoed uit Libanon was teruggeroepen, waar hij aan de Middle East Center for Arabic Studies een opleiding aan het volgen was. Bij zijn ondervragen ontkende Blake ten stelligste dat hij werd gechanteerd door de Noord-Koreanen of door hen gemarteld werd. Zonder erbij na te denken dat dat tegelijk ook een bekentenis was, stelde hij dat hij vrijwillig van kamp was gewisseld en vervolgens deed hij ook een volledige bekentenis. Blake gaf jaren later in een interview aan dat het onophoudelijk bombarderen van de Amerikanen met hun grote bommenwerpers van dorpen in Noord-Korea was, met vooral vrouwen, kinderen en ouderen als slachtoffer, waardoor hij de overstap naar de Russische geheime dienst maakte. De jonge mannen in de dorpen zaten in het leger, dus de enige inwoners die overgebleven waren, dat waren onschuldige burgers zonder zich te kunnen verdedigen. Hij dacht ook dat de oorlog zou stoppen als wereldwijd het communisme de baas zou worden. De maximale straf die Blake in de UK voor wat hij gedaan had kon krijgen was destijds 14 jaar, maar door de periode dat hij gespioneerd had in 5 perioden in te delen, kon hij voor elk van die perioden een keer worden veroordeeld. Uiteindelijk werd hij tot 42 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De kranten maakten hiervan dat hij voor ieder van de 42 spionnen die door zijn verraad waren omgekomen, een jaar celstraf had gekregen.
De straf op dat moment was de langste straf die ooit door een Britse rechter was uitgesproken. Een aantal jaren later kreeg Enenezar Hindawi 45 jaar gevangenisstraf omdat hij geprobeerd had een bom aan boord van een vliegtuig te smokkelen. Wie denkt dat het verhaal van George Blake hiermee verteld is, die heeft het mis. Blake woont op dit moment, als ik me niet vergis, is hij inmiddels 94 jaar oud in Moskou. En daar woont hij ook al tientallen jaren. Dit is deel 25 van de serie over geheime elektronica. We zijn binnen deze serie bezig over tegenmaatregelen voor spionage en wat dan met name de elektronische spionagemethode. In het vorige deel 24 hebben we elektronische maatregelen tegen apparatuur behandeld die gebruik maakt van hoogfrequent. Dat is meestal om via dat hoogfrequent informatie te versturen. Bugs die geen radiogolven gebruiken, waar het om geluid en video gaat, dat zijn doorgaans apparaten die geluid en beeld opnemen of op een bepaalde manier opslaan. Een mogelijkheid om dit soort apparatuur te detecteren is door het magnetisch veld te detecteren dat zo'n apparaat zeker moet produceren, al zal dit vaak zwak zijn. Ook wordt ruis uitgezonden, met name bij digitale opnameapparatuur. Als zich op dezelfde plek al apparatuur bevindt, bemoeilijkt dat de detectie van dit soort apparatuur enorm. Een andere methode die effectief kan zijn, is kijken naar de warmte die dergelijke apparatuur kan opwekken, met name voedingsapparaten die ergens in verstopt zijn. Een infraroodcamera kan de aanwezigheid van dergelijke zaken aan het licht brengen. Ouderwetse en veel moderne geluidsrecorders stralen ook altijd de frequentie uit van een oscillator, die vaak op vergelijkbare frequenties zit bij verschillende apparaten. Ook daarna kan gespeurd worden. Doordat het vaak moeilijk is deze apparaten elektronisch op te sporen, wordt ook gewoon fysiek naar de aanwezigheid van dergelijke materialen gezocht. De gordijnen opzij, kasten van de muur op die manier. Apparatuur die bij dit soort opsporing gebruikt wordt, varieert van bekende zaken als een zaklantaarn, een multimeter, een breedbandontvanger of een scanner met een aantal geschikte antennes naar nog meer geavanceerde zaken. Er bestaan verder ook zogenaamde lensdetectoren die de aanwezigheid van camera's kenbaar maken. In deel 26 gaan we verder in op de bij het ontdekken van afluistermaterialen gebruikte apparatuur. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.